We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Morgen is het weer overwegend droog en zonnig. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur rond de 41 graden zal zijn. De dienst adviseert de samenleving om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook is er melding gemaakt van kans op windstoten langs het kustgebied.